welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is de eerste adventkalender voor dit jaar. Afgelopen jaar heb ik er een heleboel unboxed. En dit jaar wil ik er ook weer een heleboel gaan unboxen. En we gaan van start met de Essence adventkalender. Die er super cute uitziet. I really like it. En ik ben super benieuwd naar wat er hier allemaal in zit. Er zitten ook een aantal exclusieve producten in die alleen maar in de adventkalender zitten. Dus dat is altijd extra leuk. Spoiler alert, als jij niet wilt weten wat hierin zit, stop dan met het bekijken van de video. Want ik ga vandaag alles unboxen. En laten zien wat erin zit. Hier achterop staat ook al wat erin zit. Maar ik heb er expres nog niet naar gekeken. Zodat het een beetje ook een verrassing is. Voor mij met wat er allemaal in zit. Voor de mensen die niet bekend zijn met adventkalenders. Adventkalenders zijn een soort van kalenders. Die gaan vaak van 1 tot 24. En de Essence kalender gaat ook volgens mij ook tot 24. En dan is het de bedoeling dat je in de maand december of november. Whatever you want. Elke dag één boxje opent. Dus op dag 1 begin je met 1 en dan ga je gewoon 1, 2, 3, 4, 5 en dan gewoon tot en met 24. En dan heb je elke dag een soort van verrassingje. Dat is wel leuk. Dus wij gaan met z'n allen vandaag deze Essence adventkalender unboxen. Dus ben je al benieuwd en vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel van start. Oké, eventjes wat handige informatie. Ik heb deze kalender gehad in PR. Ik heb hem dus gratis gehad. En ik heb hier staan wat de prijs is. Hij is €25. En 20% van de producten zit al in het Essence assortiment. 80% zijn limited producten. Dus dat is wel leuk. En hij is te koop vanaf eind oktober tot eind november. Dus als het goed is, moet hij er al nu zijn dan bij de kruidvat. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik vind de verpakking super mooi. Zo roze paars. Zo, I really like it. Dus ja, ik ga hem even openmaken. Er zit een soort van plastic verpakking omheen. Oh, alles valt eruit bijna. Oké, mensen. Ik moet hem dus zo vasthouden. Want als ik zo doe, valt alles eruit. Alles zit dus gewoon zo erin. Gewoon los. Het zijn allemaal gewoon aparte vakjes. Dus ja, let's begin. Oeh, ik vind het echt leuk om te doen. Oké, ik ga gewoon beginnen bij 1. Dus die ga ik eruit halen. Hier achterop staat ook een tekst. Take a little bit more coffee and a lot more mascara. Dus ik denk dat hier een mascara in zit. Ja, jongens, we hebben een mascara. Woe! Volgens mij is die al in het assortiment. En het is een full size mascara. De I Heart Extreme mascara. Ik hou van Essence mascara's. Dus hier ben ik extreem blij mee. Oké, dan ga ik verder met 2. Die zit hier. Dit is een beetje een klein vakje. Ik hoop dat ik hem eruit krijg. Mensen, hij wil er niet uit. Oké. Ja, daar is hij. Hierachter ook een tekst. When in doubt, just add glitter. Dus hier zit waarschijnlijk glitter in. Oeh, dit matcht mooi met mijn achtergrond. Even openmaken. Oeh, glitters! Kijk hoe mooi deze glitter is. Echt een prachtige kleur, jongens. Dit is een glanzende nagellakje. Heel erg leuk. Dan verder met 3. Die is hier. Hopelijk gaat die er makkelijker uit. Ja. En hier achterop staat Shape it till you make it. Dus ik denk misschien iets van contouren of zo. Oh nee, een glittervel. Is dit niet de meest cute vel ever? Echt mensen, bijna in elke adventkalender zit altijd een vel. Ze moeten het altijd een beetje opvullen met een vel. Ik heb altijd er 100 van. Maar ik vind hem wel heel mooi, zo mooi glittery. Nummer 4, die is hier, die is weer groot. Hier achterop staat, your face is my favorite thing to look at. Dus misschien iets voor het gezicht. Ik vind dit wel allemaal zo heel cute. Een oogpotloodje. Een bruin oogpotloodje. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, hij is gewoon echt heel bruin. Oeh, dat vind ik wel leuk om te hebben. Daar ben ik wel happy mee, want dit gebruik ik ook echt. Die heb ik vandaag ook gebruikt, maar dan van Catrice. Nummer 5, die is hier. Daarop staat, today is great for glitter. Dus hier waarschijnlijk weer iets met glitter of zo. Nagelstickertjes. Deze twee producten zitten echt in elke adventkalender, jongens. Oké, wat was dit? 5? Ja. Dan gaan we nou verder met 6. Deze is hier. Hier staat op, you highlight my life.
Het is waarschijnlijk iets met een highlighter op zijn kop. Een Baked Metallic Highlighter. Oh, echt, alle mensen die me al volgen, die weten hoe erg ik hou van metallic highlighters. Die zijn altijd zo mooi en heftig. Heeft het een kleurnaam? Ik zie geen kleurnaam erop. Hij is een beetje rozig. Oh, kijk. Je kunt het niet echt heel goed zien. Wat een slechte swatch. Oeh, hier ben ik ook wel happy mee. Dan gaan we verder met nummer 7. Die is ernaast. Hier staat op Good Nails, Good Mood, A Good Day. Dus iets voor de nagels, denk ik. Een fel rode nagellak. Ideaal voor met kerst. Ik vergeet steeds waar ik was gebleven. Was dat nou 8? Volgens mij was het 8. Ja. Ik ga verder met nummer 9. Die is hier. I Love the Shape of You. Dus weer iets misschien voor het gezicht. Een lippotloodje van Essence. Deze is een beetje paarsachtig. Heeft deze een kleurnaam? Nummer 9. Deze is een beetje paars of zo. Ja, heel mooi paars. Matcht mooi met de vibe van de adventkalender. Verder met 10. Die zit hier. Daar staat op Make Someone Happy Today. Dat is wel cute. Gift tags. Dit zijn van die schattige tags die je op een cadeautje kunt hangen en dan iets erop kunt schrijven. Oh, dat is wel cute. En dan make someone happy. Dus oftewel geef een cadeautje aan een andere persoon en dan zo met zo'n tag erbij. Oh, dat vind ik wel leuk. En hier staat ook Christmas op. En je hebt er 6, dus dat is wel een boel. Heel leuk voor kerst. Verder met nummer 11. Dream, Believe, Achieve, Beautiful Nails. Dus ook iets voor de nagels. Ik ben daar echt nooit blij mee, want ik heb acryl. Dus ik kan al die producten nooit gebruiken. Oh, een hele mooie zwarte glanzende nagellak. Oeh, die vind ik wel mooi. I like it. Verder met 12. Die is hier. Daar staat op Never Stop Believing. Oeh. Quotes hoor, diep hoor. Een armbandje waar Belief op staat. Oh mijn god, ik vind dit zo cute. Het is niet echt iets voor volwassenen of zo, maar ik vind het wel echt heel erg cute. Ik ga hem even openmaken, ik ben wel benieuwd. Is dit niet echt het meest schattige wat je ooit hebt gezien? Dit is echt een klein, schattig, cute armbandje. Kijk, zo cute. Ik ga hem omdoen. Ah, kijk, Belief. Cute! Oh mensen, ik ben 8 vergeten. Zie je, ik wist het wel. Oh my god, ik doe even nog 8. Hierop staat, when in doubt, put red lipstick on. Dus ik denk een rode lipstick. En ja, ik heb gelijk een lipstick. En dit is inderdaad in het rood. Maar hij is een beetje kapot. Ja, prachtig rood. I like it. Ik hou van lipsticks. Oké, dan gaan we weer verder. Ik was gebleven bij, als het goed is, 14. En die is hier. Hier staat op, take care of you, love. Oké. Een handcream. Altijd handig. Oh, daar ben ik wel happy mee. Vooral in de winter, dan zijn je handen altijd heel droog. En hij is ook echt best wel groot. Ik ga hem een beetje aanbrengen. Oeh, ruikt lekker. I like it. Deze ga ik zeker gebruiken. Next is nummer 15. Dan pak ik deze. Die is ook weer een beetje groot. En hier staat op Relax Baby. Nou, I'm all about relaxen. Een badbom. Dit moet je dus zo doen in je bad. Ik heb helaas geen bad, dus deze gaat in de winactie. Alles wat ik niet gebruik gaat in de winactie. Next one is nummer 16. Hier staat op, do what makes your soul shine. Shocker, we hebben nog een nagellakje. Als je niet van nagellak houdt, dan is dit niet de box voor jou. Oh mijn god, ik was er gewoon weer eentje vergeten. Oh mijn god, ik ben echt de meest slechte unboxer ever. Nummer 13, dus die ga ik nog even doen. Hierop staat, I make brow contact before I make eye contact. Dus iets met de wenkbrauwen, I think. Ja, we hebben hier een bruin wenkbrauwpotloodje. Oké, we gaan weer verder met waar ik was gebleven. En dat is nummer 17.
Hier staat op, may your day be as flawless as your make-up. Nou, dat is iets wat we allemaal willen. Oil control papier. Iedereen met een vettige huid, voor jullie gaat het ideaal zijn. Ik heb geen vettige huid, ik heb een droge huid. Maar als je dus na een aantal uur een beetje een vettige huid krijgt, dan kun je er eentje van die pakken en dan een beetje zo deppen op je gezicht. En dan is hij weer mooi mat. Heel handig. Nummer 18 is hier. Hier staat op, come on, kiss me darling. Dus ik denk iets voor de lippen. Color changing lipstick. Dus een lipstick die van kleur verandert. Oh, hij is zwart. Het is een zwart lipbalmpje. Oké, apart. Ik ga even swatchen op mijn hand. Mensen, kijk, hij is paars. Hij wordt paars als je hem aanbrengt. Oh, wat leuk. Oh, dat vind ik wel heel leuk. Ja, en hier is hij gewoon zwart. We gaan verder met de volgende, nummer 19. Hier staat op, twinkle twinkle little star, look how beautiful you are. Ik vind dit allemaal zo cute. Een kleine zakspiegeltje, altijd handig. Ook deze ga ik zeker gebruiken. Handig voor to go. Even bekijken hoe die eruit ziet. Als ik hem eruit krijg. Oh, kijk hoe klein en cute. En hier staat op, you are magical. Ik vind het wel minder dat hij gewoon zo open is. Dus hij gaat niet met een klepje dicht. En dan word je wel helemaal vies in je tas. Tenminste in mijn tas. Dus dat vind ik wel minder, maar ik vind hem wel heel cute. We gaan verder met nummer 20. Ook weer een kleintje. Hier staat op, doing my nails is my cardio. Dus weer iets voor de nagels. En nu hebben we een beetje een bordeaux roodachtige kleur. Ze kunnen wel iets minder hoor met dit. Iets meer make-up graag. Verder, nummer 21. Alles is nou een beetje omlaag gevallen. Hier staat op, think happy thoughts. Dus denk gelukkige gedachten. Stickertjes. Voor in je agenda of voor in je schrift of whatever. Ook heel erg cute. En dan de laatste drie. Ik ben nu bij 22. Hier staat op. Oh mijn god, dit meen je. You will nail it today. Dus weer iets voor de nagels. Oh, die is echt heel bordeauxrood. Die andere is ietsje lichter. En die is heel donker. Ik vind die kleur wel mooi. Dan de op één na laatste 23. More glitter is always an option. Oeh, glitters. Dit zijn neppe tattoos. Oké, dat is cute voor als een ring of als een armband. Oké, dat vind ik wel een cute ideetje. Kijk, hier staat dan zeg maar hoe je het moet doen. En dan is hij bijna leeg, de laatste 24. I can't take my eyes off you. Dus iets voor de ogen. Dit vind ik wel echt oké. Dit vind ik wel echt de beste van de hele box. Een klein oogschaduwpaletje. En kijk deze kleuren, jongens. Zijn dit niet prachtige herfstkleurtjes? Oh, dit vind ik wel echt super cute. Ja, prachtige kleuren. Echt mijn ding. Dit vind ik echt het beste in de hele box. I like it. Nou, en dat was het dan. Nou is hij helemaal leeg. Dat was de hele Essence Adventkalender. Nou mensen, wat vinden we ervan? Een aantal dingen die mij wel opvallen. Het is wel echt gericht op de jeugd. Het is echt een beetje gericht op jonge kinderen van like 12, 14, 18, daar iets. Dus voor een jong persoon vind ik het echt een ideale adventkalender. Voor iemand van 18 plus vind ik het iets minder. Want het is toch allemaal wel, zoals je kunt zien, een beetje gericht op ja, jong en zo. Dus iemand die iets ouder is, die gaat hier iets minder aan hebben. Dus dat is vooral mijn advies. En er zit een heleboel in voor je nagels. Dus ik zou er ook wel een beetje op letten dat je het aan iemand geeft die er nagels doet. Want anders heeft het niet echt heel erg veel nut. Want het is daar echt vooral op gericht. Maar voor de rest vind ik het een hele leuke kalender voor een jong persoon.